staan hier op de Infratech vanuit de ICT Group. En daar staan we samen met onze dochtermaatschappijen Intraffic en Netmobiel. Het thema van de beurs is Future Proof. Vanuit ICT dragen wij daaraan bij, omdat we eigenlijk bezig zijn met die mobiliteitsoplossingen. Wat wij vandaag vooral over willen brengen, dat is dat wij een partij zijn met heel veel kennis van tunnels, ervaring met tunnels. We kennen de markt, we kennen de spelers en we weten hoe we met die andere partijen het gesprek aan moeten gaan. En dan gaat het met name om het integratie en het automatiseringsvraagstuk. Vanuit de eerste ontwerpfase, de hele realisatie en we kunnen ook software in beheer nemen wat zo'n tunnel kan besturen. Waar wij goed zijn als ICT en Netmobiel is om te kijken naar hoe we de betrouwbaarheid van de verschillende objecten kunnen verhogen. Dus minder sluitingen, minder uitval, maar ook hoe je dat als het toch gebeurt zo efficiënt mogelijk oplost. Met de komst van de Internet of Things zie je dat heel veel productontwikkelingen gekoppeld worden aan ICT-oplossingen. En we zien dat voorheen het vraagstuk was hoe leggen we meer asfalt neer, is het nu hoe benutten we dat beter. Nou, en dat doen we met slimme technologie, mobiliteitsoplossingen met de inzet van datakennis. Dus dat betekent niet direct voor de traditionele oplossingen kiezen, maar ook voor de meer vernieuwende zaken kiezen. Hè? Dus bijvoorbeeld in de Gaasperdamme tunnel waar wij als Netmobiel bij betrokken zijn geweest, daar wordt nu wit asfalt gebruikt en zodoende wordt er bespaard op de verlichting. Vanuit ICT hebben wij die kennis op het gebied van mobiliteit. Beschikken we over de platformen en de datakennis die nodig is om die mobiliteit goed te kunnen sturen. En we weten hoe je operationeel de objecten bedient en bestuurt. Nou, dat is een kracht waarvan ik denk dat wij als ICT daar onderscheidend in zijn. En wij willen heel graag met partners naar de toekomst daar nieuwe stappen in zetten en kijken wat er allemaal nog meer mogelijk is.